Ik denk dat eigenlijk competition thinking voor iedereen van belang is. En wat ik al zeg, van eigenlijk in mindere of meerdere mate. Maar dat je er eigenlijk in de huidige maatschappij bijna eigenlijk niet meer onderuit komt. Dat het, of dat je er hulp bij moet hebben, of dat iemand die het wel kan. Maar dat het eigenlijk voor iedereen wel relevant is om te doen. Of om daar meer van te weten over hoe computers werken, hoe dus programma's in elkaar zitten. Hoe je, als je zelf een programma zou schrijven, hoe je dat dan zou doen en waar je dan eigenlijk dingen zou neerzetten. Of hoe logica in elkaar, hoe navigatie in elkaar zit, hoe structuur van informatie in elkaar zit. Ja, ik denk dat als je daar niet of geen besef van hebt, dat het heel moeilijk is om in de toekomst daar in de dagelijkse praktijk mee om te gaan. Je kunt eigenlijk al bijna geen vak meer uitoefenen zonder dat je een idee hebt over hoe dus ICT in elkaar zit, maar ook hoe computers daar eigenlijk deel van uitmaken. Dus ja, het is een beetje gek dat in alle beroepen ICT zit, maar niet in alle vakken ICT. En op een heel vergaande manier om daarmee problemen op te lossen of daar iets mee te doen.